Het gebeurt niet vaak dat op Brussels Airport een Antonov 124 landt, het op één na grootste vrachtvliegtuig ter wereld. Oorspronkelijk was deze Rus uit Sovjet-tijd bedoeld om militair materieel te vervoeren. Tanks bijvoorbeeld. Zoals je kan zien is de neus van het toestel nu opengegaan. Daar gaat nu ook een laadklep uitkomen en langs daar kan het toestel gelost en geladen worden. Hoe uniek is dit? Ja, dit is toch eerder uitzonderlijk. Er zijn niet zoveel toestellen waar de piloot bovenop de vrachtruimte zit en waar zo'n grote stukken en lange stukken in één stuk in en uit een toestel kunnen geladen worden. In dit geval gaat het om een enorme rotor van een stroomgenerator. Omdat het in India niet lukte hem te herstellen, zal dat nu gebeuren in een bedrijf in Zwijndrecht. En daar zien ze stukken van deze omvang ook niet alle dagen komen. Het gewicht is 47 ton, een lengte van 12 meter, een diameter van 1,5 meter. Dus een zeer groot toestel. Normaal transporteer je zoiets toch per schip? Ja, maar aangezien de dringendheid van de herstelling hebben we besloten om een vliegtuig te gebruiken, omdat we dan op 2 dagen niet zijn en anders nam het meer dan 30 dagen. Met het vliegtuig mag het dan een pak sneller gaan. Het is ook een pak duurder. Het transport kost 600.000 euro, wat een zeer aanzienlijk bedrag is. Maar als je kijkt wat per dag de opbrengst is van deze machine, dan valt dat eigenlijk nogal mee. Op de luchthaven hebben ze al wat zien toekomen. Boten, allerlei dieren en ook deze vracht komt in haar analen. Dit is het zwaarste, unieke stuk vracht dat we ooit gehad hebben. We hebben nooit eerder een stuk van 47 ton gehad op de luchthaven.